Maar struik of faal en doorbreek vooral je routine. Want één ding is wel zeker. Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. Dit filmpje hebben we oktober 2013 op YouTube gezet. En toen heeft het eigenlijk een vlucht genomen. En wat we gedaan hebben is gewoon de manier waarop wij tegen dingen aankijken in het videootje verwerkt, letterlijk in 2 dagen, online gezet. En dan sta je opeens hier. Het filmpje is gebaseerd op iets wat Paul-Louis Iske ons gegeven heeft. Voor de mensen die hem niet kennen, hij was directeur van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En dat was hij bij de ABN AMRO Bank. Inmiddels is het instituut losgeweekt en is hij daar ook geen directeur meer van. Maar hij heeft wel uit al zijn mislukkingen iets gehaald. En dat is dat je een verband kunt leggen tussen het aantal vragen wat je stelt en het aantal keer dat je lacht op een dag. En als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je een creativiteitsgetal. En als je dat van een grote groep mensen doet, dan krijg je een mooi gemiddelde. En dat gemiddelde hebben we gebruikt in ons filmpje. En dat gaf aan dat je op je creatiefst bent als je 5 bent. Dat dat meer dan halveert op het moment dat je 8 jaar bent. Dat het naar een staat van terminale serieusheid toe gaat als je 44 bent. En dat de flatline die je dan bereikt zich staande houdt tot aan je pensioen. En na je pensioen lijkt het weer omhoog te gaan. Nou, dit is een interessant gegeven. En hiervan hebben wij gezegd van ja, er zijn eigenlijk 4 blokken die daar overheen liggen die je allemaal zou moeten adresseren. Wil je iets kunnen doen aan die creativiteit en het gebrek aan creativiteit? En ik heb het hier niet over het schilderen, maar voornamelijk over creativiteit denken wat je kunt toepassen in je hersenen. En wij hebben gesteld van nou, Jeff Staes heeft ons 3 blokken gegeven. Pensioenvrij leven, functievrij werken, diplomavrij leren. En we hebben eraan toegevoegd dogmavrij opvoeden. Want we vinden dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. En als vrije denkers, en wij zeg ik dan ik, samen met Arthur, proberen om de lijn zo hoog mogelijk te houden. En waar jullie degelijk over gezien hebben, heeft met name te maken over dat blok wat functievrij betreft. En dat is best interessant. Wij zijn al sinds jaar en dag FBA, dat staat voor functiebepaling achteraf. Dus je kunt achteraf, mag je ons best in een functie plaatsen, maar vooraf willen we daartoe eigenlijk niet beperkt worden. En dat is volgens mij ook het vraagstuk wat rondom weg met de manager ligt. Het gaat niet zozeer om de manager. Het probleem is zo breed. Het gaat om ons allemaal. En zijn wij in staat om stapjes te maken om los te komen van de structuren die ons jaren geleden al opgedrongen of opgelegd zijn. En dat is waar ik even op in wil zoomen. En dat doen we op een wat andere manier. Eigenlijk dezelfde manier als op tegen het milieu aangekeken wordt. Je hebt CO2 en CO2-reductie. Zo kun je ook aankijken tegen hoe kan ik met mijn eigen creativiteit en mijn eigen energiehuishouding omgaan. En hoe kan ik daar verantwoorden mee omgaan dan dat ik tot nog toe gedaan heb. Als je kijkt naar de traditionele CO2-benadering, dan zeg je van nou eigenlijk gedurende 24 uur heb ik allerlei manieren waarop ik als persoon energie verbruik. En dat levert een bepaalde persoonlijke carbon footprint op. En vervolgens kan ik allerlei activiteiten uitvoeren om ervoor te zorgen dat die carbon footprint wat naar beneden gaat. Ik kan wat zuiniger gaan rijden. Minder kilometers elektrisch gaan rijden. Ik kan proberen om thuis de temperatuur wat lager te zetten, al dan niet met behulp van wat nifty gadgets die je tegenwoordig gewoon kunt kopen. Ik kan ook gewoon mijn spaarlampen gebruiken en die inzetten. Ik kan dat thuis doen, maar natuurlijk ook op kantoor. Maar dat zijn allemaal factoren die buiten jezelf liggen. Dat zijn allemaal dingetjes die zichtbaar zijn. Net zoals dat een manager heel zichtbaar is binnen een organisatie. En we kunnen dus van alles ophangen aan die manager en zeggen van als die nou weg is, dan is het probleem opgelost. Maar dan beginnen de problemen pas volgens mij. Dat is ook bij jezelf zo. Want op het moment dat je je energie op deze manier probeert te beheersen, dan ben je bezig met externe factoren. Maar wat als je dat nou eens naar binnen toe brengt? Hoe zit het met je persoonlijke energiehuishouding? Laten we die dag eens even pakken. En aan het begin van tegenlicht staat het ook. 24 uur ingedeeld in traditionele blokken betekent dat je om 7 uur begint en om 7 uur ook weer ophoudt. Nou, dat is niet helemaal waar. Om 5 uur weer ophoudt, 8 uur begint, 5 uur ophoudt. Weet je het voorbeeld van die Belgische mevrouw die aangaf, er staat iemand gewoon een kwartier voor tijd nog buiten te wachten. Omdat ze niet naar binnen kan, want de deur gaat pas om 5:30 open. Dat kon zij zich niet meer voorstellen, maar een vriendin van haar wel. Die vriendin zit een beetje in dit stramien. En als je daar een beetje in gaat bewegen, dan rek je het op. En dan zeg je nou, ik eindig wat later. Maar dat voelt niet goed. Dus dat vraagt om compensatie. En die compensatie die zoek je dan misschien in, ik doe voor de file doe ik al eventjes mijn mail lezen. En dan ga ik mijn kinderen wegbrengen en dan rijd ik na de file naar mijn werk toe. Dan ben je al verantwoorden bezig. Als je helemaal niet bezig bent, zoals die mevrouw in België ook zei, dan doe je gedurende de hele dag eigenlijk allerlei activiteiten. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, hoe reageert je omgeving daarop? Heb je een manager die dat toestaat? Of heb je een manager die dat stimuleert? Heb je collega's die daarmee overweg kunnen? Maar dit is niet het vraagstuk. Het vraagstuk dat hierachter zit, is niet van wat is de inspanning die je levert, maar wat is het resultaat? En pas op het moment dat die switch ook werkelijk gemaakt wordt, dan gaan er opeens dingen naar boven komen die veel belangrijker zijn. Namelijk, wat weerhoudt jou om resultaat te leveren? En dat zijn verschillende dingen.
Namelijk dingen die bijvoorbeeld iets te maken hebben met creativiteit of het tekort aan creativiteit. Wat blokkeert jou daarin? Of dingen die iets te maken hebben met van ja, ik moet wachten op iets of op iemand. En hoe kan ik dat dan anders invullen? Ik ben naar iets op zoek of naar iemand op zoek, maar kan hem niet vinden. Of ik ben gewoon, ik heb een tekort aan vaardigheden of kennis, hoe kan ik die tot me nemen? Of ik heb iets ter beslissing bij iemand neergelegd, maar er gebeurt maar niks. Hij aarzelt. En daar zitten vast ook weer allerlei redenen achter. Maar wat zijn die redenen? Dit zijn allemaal gebieden waarvan wij zeggen dat het is cognitieve onderbenutting. Ik ga over toe naar een alternatieve CO2. Je herkent de C en de O en ik ga hem zo nog op een andere manier invullen. We kunnen wel, maar iets weerhoudt ons ervan om onze denkkracht in te zetten. En we zeggen dus ook, van, we moeten eigenlijk nu op zoek naar middelen om dat zwarte gebied kleiner te maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die blokkades die er zijn, minder worden? Die vertragingen die we ervaren, kleiner worden? Dus hoe kunnen we meer innoverend vermogen aan de macht krijgen? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leidend vermogen ook anders ingevuld wordt? Dat kan dus zonder manager, maar het zou het best kunnen om dat met die manager in te vullen. Dat is even de vraag en dat is ook nog situatieafhankelijk. Wat wij zeggen is dat je op zoek moet naar het verkorten van de tijd tussen datgene wat je bedacht hebt en de uitvoering daarvan. En alles wat daartussen in de weg staat, is eigenlijk iets waarvan je je af moet vragen, kan ik dat niet slimmer of anders invullen of sneller invullen? Dat is de eerste CO. De andere heeft iets te maken met die functie. Op de een of andere manier hebben we onszelf aangeleerd dat als je iets wil gaan doen, dat er een functiebeschrijving voor moet zijn. En dat jij dan vervolgens jezelf moet mappen op die functie en dan ga je doen wat er in je functie beschreven staat. Maar dat is gek. Want wij kunnen nooit een beschrijving maken die omvat wat wij allemaal kunnen. Dus we laten een hele hoop liggen. Als wij de resultaten indelen aan de hand van zo'n functie, hebben we een heel groot gebied wat we wel kunnen, maar wat we vervolgens niet meer uitvoeren. En dat noem ik cognitief overschot. Dat is de andere CO. We hebben het wel, maar op de een of andere manier sluiten we het even uit, omdat we zeggen, ja, het staat niet in mijn functie, of ik heb er geen opdracht voor gekregen. Iets wat mij compleet vreemd is, maar iets wat we binnen organisaties echt aan de lopende band tegenkomen. Dat is de tweede CO2. En wij zijn ervan overtuigd dat als je de ene CO2 kunt verminderen, of de ene CO kunt verminderen en de andere kunt verbeteren, dat je daarmee een CO2 hebt. En eigenlijk niet een normale CO2, maar eentje waarbij de 2 het kwadraat is, want dan ga je het potentieel van mensen pas echt losmaken. Dat is één van de twee onderwerpen die ik wilde doen. Het moeilijke is alleen dat op het moment dat je mensen vraagt om stapjes te gaan zetten, om iets te gaan doen om die vertragingen weg te nemen, ze heel vaak gaan redeneren in van ja, maar dan moet eerst die manager goedkeuring geven. Of ja, maar dan moet die afdeling eerst dit doen. Of ja, maar dan moet er eerst dit systeem zijn. En dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom wat jij zelf kunt doen. Wat is het kleinst mogelijke stapje wat jij kan zetten? Eigenlijk zijn we op zoek naar mensen die die stapjes werkelijk zetten en op hun manier dan olifantenpaadjes creëren binnen hun omgeving of eroverheen. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen zonder dat ze iets kapot maken kleine stapjes gaan zetten waardoor het net iets beter, net iets makkelijker gaat, waardoor ze meer in hun talent terechtkomen? Uiteindelijk levert dat dit soort paadjes op en dat betekent dat de mensen vanzelf gaan volgen. Het is eigenlijk de verkorting van de route tussen verbeelding en realisatie, niet zozeer de tijd. Het is alleen wel lastig. Want dit denken zit er ook nog heel erg in. Dat kan ook even kort terug in de tegenlicht documenteren. Dit is de film Modern Times van Charlie Chaplin. In 1936, hij was toen bezig om zich af te zetten tegen het productiviteitsdenken, wat door deze man geïntroduceerd is. En dit is Frederick Winslow Taylor. En hij heeft ons de Principles of Scientific Management gegeven. En dat was toen heel goed. Maar ik heb een aantal van die principes even voor jullie op een rijtje gezet. En als je daar nu naar kijkt, dan herken je daar heel veel in van wat wij nu binnen onze organisaties nog steeds tegenkomen. En waar die manager ook een hoofdrol in speelt. Hij heeft toen bepaald, als je vakmanschap uitschakelt, als je mensen lostrekt tussen uitvoeren en denken. En die twee uit elkaar trekt en het ene toebedeelt aan de ene en het andere aan de ander. En dan er vooral voor zorgt dat de mensen die uitvoeren niet meer nadenken, dan is dat heel goed. Voor de lopende band waar het over ging in die tijd was het ook heel goed. Alleen in deze tijd waarin mensen vooral met hun hersenen bezig zijn, is dat niet de oplossing meer althans. Daar ben ik van overtuigd. En dat heeft hiermee te maken. Voor het industriële tijdperk was de vakman prima gewend om denken en doen te combineren. Dat lag heel dicht bij elkaar. Hij bepaalde zelf wat hij wilde doen en hij deed dat vervolgens ook. En in het tijdperk wat Taylor geïntroduceerd heeft, is denken naar elkaar getrokken, waarbij het denken aan de manager is toebedeeld en het doen aan de uitvoering. En waar we nu mee bezig zijn is om die twee weer veel dichter bij elkaar te brengen. Met of zonder die manager.
En dat doen we zelf ook. Te snel? Moet ik nog even kijken? Ja, toch. Ah, je mag ook een kijkje doen. Arthur en ik werken alle twee nog voor een baas. We werken bij SLTN Indirectus. Dat is een IT-bedrijf van ongeveer 700 mensen groot. Alleen we doen niks meer wat dat bedrijf ook nog doet. We zijn vooral met dit soort onderwerpen bezig. En wat we vaak te horen krijgen is, ja, maar dat heb je, die ruimte heb je gekregen. Nee, die ruimte hebben we gecreëerd door elke keer een stapje te zetten. Inmiddels hebben we een team van mensen die deze leefregels met elkaar hebben afgesproken. En die met elkaar gewoon proberen te zoeken naar wat kunnen we met de ruimte die wij denken nodig te hebben allemaal doen. En welke vrijheid geeft ons dat en welke beperkingen legt ons dat erop als we dat doen binnen een bestaande organisatie. Wat ik even gehighlight heb zijn de donkerblauwe delen en daar staat vooral heel veel je in. Want waar wij naar op zoek zijn is naar mensen die vooral dingen zelf doen. Je moet dus heel veel zelf regelen. Je krijgt heel veel ruimte, heel veel vrijheid, heel veel verantwoordelijkheid. En dus ook heel veel samenwerking en verplichtingen naar je omgeving toe. Maar er zijn ook een hele hoop dingen die daardoor wegvallen. We hebben geen hiërarchie meer, geen vaste functie, geen terugkerende meetings, geen dikke plannen meer. We hebben de manager verteld, dankjewel voor je diensten. Maar we gaan het zelf proberen. Dat hebben we nu zo'n 3 jaar geleden gedaan en sindsdien doen we dit. En dat hebben we ook tegen de commercie gezegd. Ze begrijpen niet wat wij doen, ze kunnen ons niet verkopen. Ja, dan maken we ook geen gebruik van hun diensten. Dat betekent ook dat we dus niet meer voor ze betalen. We hebben onze kostprijs opnieuw uitonderhandeld en al die componenten die nu rood zijn daaruit gehaald, als ze tenminste geldelijke waarde vertegenwoordigen. En vervolgens gezegd van nou, dat is mooi, dan hebben we een nieuwe kostprijs. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om met onze klanten in gesprek te zijn. We doen ook alles zonder contracten op basis van een waardevoorstel. Dit zijn onze stapjes. En ik begrijp net van Jan Henk uit zijn intro dat ik een vraag moet hebben. Dus die heb ik ook nog geprobeerd even te formuleren in mijn hoofd. Dit is het statement waar ik mee afsluit. Soms lijkt de kleinste stap in de juiste richting de grootste verandering in je leven te zijn. Dus durf te gaan en zet die stap. Mijn vraag aan jullie van zometeen is, wat is het kleinst mogelijke stapje wat jij morgen al kan zetten om iets van verandering te doen in de richting waar je op zou willen? En op het moment dat je daar dus iets of iemand voor nodig hebt, is het stapje te groot. Het gaat er echt om wat jij zelf kan doen. Dus die manager ontslaan, als je daar het mandaat voor hebt, zeg maar, zou ik zeggen, ja, doe het. Maar meestal is die stap te groot. Wat kun je zelf wel doen? Wat is het kleinste mogelijke stapje wat je kan doen? Want uiteindelijk is doen nog altijd de beste manier van denken. Dankjewel. Zijn er vragen nu eventjes zo? Hij heeft een vraag gesteld, maar is dat allemaal duidelijk? Of gaan we daar straks verder op in? Het is geen goed teken als iedereen stil is. Ja, ofwel hè. Ofwel. Dankjewel. Gaan we over op de volgende.